Als er één hit is op de GameCube die we kunnen beschrijven als een sleeper hit, een verborgen parel die eigenlijk vergeten is over de tijd, dan hebben we het over Luigi's Mansion. En daar komt zowaar een derde deel van. Ja, ik kan me voorstellen dat je het niet hebt bijgehouden, maar er zijn inderdaad alweer drie delen. En op de Nintendo Switch staat nummertje 3 in de trilogie te verschijnen. En we gaan met Luigi weer een mansion in om te griezelen. En Peter is al mee aan de slag geweest. Peter, hoe is het om weer terug te zijn met Luigi en de stofzuiger? Ja, ik ben heel erg blij van Luigi Mansion 3. Luigi Mansion 2, ja, was op de DS en dat was best wel een leuke game, 3DS. Yeah. Het was best wel een leuke game, maar het scherm was gewoon te priegelig ervoor, weet je wel? Ja, het was grote gewoon puzzels. Ja, weet je, het zijn grote kamers waar je in komt. Je bent natuurlijk een spokenjager, je moet per kamer allemaal puzzels oplossen. Dan is het gewoon fijner als je een beetje ruimte hebt en een beetje, ja, een beetje omgeving. Ja. En gelukkig is dat in Luigi Mansion 3 absoluut het geval. Oké, dus we krijgen weer een grote omgeving, groot mooi scherm. Game ziet er natuurlijk ook fantastisch uit. Ah. Heeft echt die Nintendo, weet je, je ne sais quoi, maar het ziet er zo mooi Nintendo polished uit ofzo. Ja, zeker weten. Hoe is dat om er weer terug in te duiken en hoe vernieuwen ze op de formule die ze eigenlijk nou al een paar jaar lang hebben laten liggen? Nou, het zijn eigenlijk twee sterren van de game. De eerste ster van de game is de spoken. Ja. Weet je, je zit in een enorm hotel dit keer en in het hotel zitten heel veel kamers. En elk soort van hotelgebied heeft zijn eigen thema. Dus wij kwamen in een volgroeid hotel vol met fauna en flora overal. Prachtig. Er is een evil spook, Dr. Potter. En Dr. Potter heeft alles laten doorgroeien, dus overal zijn planten. En jij moet jezelf in een trappenhuis naar boven werken om op die manier zeg maar Dr. Potter te verslaan. Ja, en dan, vervolgens kom je dus op een trapgedeelte waar je niet verder kan. Maar dan kun je een omdetourtje nemen via een paar kamers. Ja. En per kamer zit natuurlijk een spook of whatever je daar kan vinden. Heel veel Eén obstakel wat inspeelt op één van je gameplay mechanismen. Dit is typisch die soort van Nintendo platformer-achtige uitfasering, maar voor de mensen die Luigi's Mansion nooit gespeeld hebben en nu misschien instappen, dit is wel iets heel anders dan een Mario game, toch? Ja, dit is geen platform. Je kan niet springen allereerst. Nee, hoppatee, daar ga je al. Luigi kan alleen maar zijn stofzuiger gebruiken en een lamp en hij heeft een schoorsteenontstopper die hij kan afvuren. En hij krijgt op dit moment ook verschillende soort tijdelijke wapens, want in dit levelgedeelte krijg je een cirkelzaag onder je stofzuiger. Nou, het is Mario meets Gears of War, Luigi's Mansion 3. De Soul Games, de Soulfilm. Ja, bonfire starten. Ja, echt, hè. En je krijgt dan een cirkelzaag en dat is natuurlijk handig, want alles is begroeid. En wat dat betreft komen de physics weer heel goed uit. Wij moesten in een kamer en dan kan werkelijk alles kapot. Gewoon van echt van de kast tot het bed. Want je kan alles als Luigi. Maar je gewoon alles kapot aan het zagen. Luigi heeft wat innerlijke frustraties die hij moet uiten. I know, right? Altijd het ondergeschoven broertje, het vergeten kindje. Ja, dat kwam er nu wel even uit. En ja, wat dat betreft vind ik de physics er echt heel goed uitzien in de game. En dan hebben we de tweede hoofdrol van de game. En dat is Gooigi. Ja, dat is een beetje echt de complete nieuwe feature. Die waarschijnlijk ook dus weer in gaat spelen op de puzzels en dergelijke. Want Gooigi is een soort kloon van Luigi, hele goede woordgrap trouwens, chapeau Nintendo wederom. Maar wat is daar het ding van? Je split jezelf op? Of? Ja, in singleplayer split je elkaar inderdaad op. Dan kun je dus gewoon on the fly wisselen tussen je ene character en je andere character. Kun je zo allemaal puzzeltjes oplossen. Maar het biedt co-op mogelijkheden. De hele game is dus co-op te spelen. Want je kunt Luigi altijd oproepen, die komt dan uit je stofzuiger en die verschijnt dan. En Luigi is niet solide. Luigi is goo. Gooey. Het snot. Ja. Dus hij kan bijvoorbeeld door putten door de grond heen zakken. En dan in het rioolsysteem komen. En dan vervolgens ergens anders weer omhoog komen. Dat zijn dus puzzels die juist Luigi niet kunt oplossen. Maar die je samen wel kunt doen. Ergens wel grappig is. Want Luigi kan dus wel in de dingen waar een loodgieter moet zijn. En Luigi niet. Hij is ook geflopt als loodgieter wat dat betreft. Maar zijn kloon kan het wel. Dus een kloon kan. Nou, dat, dat kan ik ook over heel veel dingen zeggen. Hoe dan ook. Luigi is nu. Dat is dus ook het grote co-op ding, dus dat je alles eventueel in z'n tweeën zou kunnen spelen. Maar jij hebt het dan in je eentje gespeeld? Nee, of? Ik heb het met de PR-rap van Nintendo gespeeld. Okay. Ja, dat betekent dat je elkaar heel erg aanvult en wat zo leuk is aan Luigi's Mansion, je gaat natuurlijk de story doorlopen en je gaat uiteindelijk naar Dr. Potter en die ga je verslaan. Trouwens heel vet, want hij heeft zo'n soort vleesetende plant en die dan grijpt jou en die grijpt dan mis, moet je ontwijken. En dan zaag je met die cirkelzaag zo die nek door, dat is echt fantastisch. 18 plus. Alright. Maar het gaat om de unlockables voor een groot gedeelte. Want het is super leuk om in elke kamer alles te vinden. Dan is er weer een deurtje verstopt ergens achter, waardoor er weer een nieuw kamertje te vinden is, waar weer iets te vinden is.
Of je alles slopen, dan komen er weer extra muntjes en geld en unlockables. En dat is wat deze game zo leuk maakt. Je wil echt elke kamer uitspelen. Ja, dat is een beetje een oldschool, wederom oldschool Nintendo. Gewoon dat je de completion is. Je wil alle shines vinden, alle sterren vinden. Wat verzamel je eigenlijk? Je krijgt alle coins dan? Of? Ja, coins, maar ook bepaalde medailles die je kunt verzamelen. Okay. En ik moest op een gegeven moment een liftknopje vinden, zodat je de lift weer kan bedienen. Nou, Dan kun je weer naar een nieuwe area, dan is er weer een nieuw geheim. Zo werkt het game eigenlijk. Ongelooflijk fijn, het ziet er zo sfeervol uit en ik heb het idee dat die spoken... Ja, ik heb natuurlijk nog niet zo heel veel spoken gezien, maar ik had al op Gamescom had ik al een gladiatorenmissie gespeeld. Dat je een spook op een paard moest verslaan. Hier heb je dan Dr. Potter, die dan met een gieter en met een vleesetende plant. Het is ongelooflijk leuk gethematiseerd. Het ziet ontzettend schattig uit en ik heb echt grote hoop voor deze game. Wordt dit de co-op game van 2019? Voor mij wel. Ik heb ongelooflijk veel zin om dit volledig co-op te doorspelen. Wanneer kan dat? Hij verschijnt op 31 oktober, Halloween. Oh, mooi gethematiseerd. Oeh, zo spooky. Weet je, andere mensen gaan Outlast spelen, waar kan Luigi's Mansion 3 een beetje chillen, planten kapot zagen. Natuurlijk exclusief op de Nintendo Switch, mocht je dat nog niet doorhebben, maar dat hoort er toch inmiddels een beetje bij dit soort titels, zou je zeggen. Peter, bedankt. En natuurlijk, als je meer wil weten over Luigi's Mansion 3, check ook de volledige geschreven preview van Peter. Kun je vinden op gamersnet.nl. En natuurlijk, daar vind je ook nog allerlei nieuws, trailers, allerlei leuke discussies over allerlei andere games naast Luigi's Mansion 3. Doei!